Arts Online Interactief Improvisatieconcert. Dit concert is een project van het Orgel in Vlaanderen in samenwerking met VTB Cultuur Zuidrand, de Kring voor Heemkunde Wilrika en het district Wilrijk. Het kadert een beetje om de orgels in de Zuidrand en meer bepaald ook in Wilrijk te promoten en in de kijker te plaatsen. Een interactief concert, jawel, we hebben geprobeerd om de deelnemers, zowel van de middag via de hoedenmuziekmachine, als u strakjes als luisteraar mee in het programma te betrekken. Ik wil, voordat we beginnen, nog even de district Wilrijk van harte danken voor de financiële ondersteuning in de realisatie van dit project. En also a special thanks to the community of the church here for their hospitality. Paul de Maaier zal van de middag dan improviseren, onder andere dus op ingezonde thema's. Hij gaat ook nog een beetje pietjesbak spelen en tenslotte een quiz opstellen voor jullie. Maar als eerste willen we toch een beetje een hommage brengen aan de liturgische ruimte waar we hier vertoeven momenteel. Thank you.
Vanmiddag was er al een inleidende fietstocht en de deelnemers daaraan, een aantal onder jullie, heeft de hoedenmuziekmachine geactiveerd. En deze ingenieuze machine bestond uit twee hoeden, eentje gevuld met melodieën en het andere met thema's. Dat resulteerde in 9 combinaties die Paul nu één voor één voor ons zal spelen. Het eerste dat hij gaat improviseren is een ouverture op Jan Menneman. De vreemde eend in de bijt in de 9 melodietjes komt er nu aan, namelijk het Engelstalige Greensleeves. En dit wordt in een impressie gegoten. Thank you.
Voor de volgende muzikale vorm gaan we een hele tijd terug, namelijk naar de Renaissance. En daarvoor gebruikt Paul een Renaissance danspaar met een melodie op Daar was laatst een meisje los. Het vierde melodietje is heel toepasselijk ook de vier weverkens en dat wordt in een concertovorm gestoken. Thank you.
De Hoede muziekmachine bracht ook volgend koppeltje, namelijk een symfonische idylle met het Bijaardlied als melodie. Het volgende is misschien wel een contradictie, maar we gaan een sonatine horen met het reuzenlied als thema. Thank you.
Wij zijn al bijeen vandaag, maar natuurlijk met corona allemaal op 1,5 meter afstand. En om ook zeker te zijn dat de melodie coronaproof verloopt, wordt dit in een fugato gegoten. Als 8e combinatie horen we nu een scherzo met de melodie Hemel en Aarde. Thank you.
Vandaag was het heel duidelijk. De winter is vergangen. En tot besluit van de goede muziekmachine niets toepasselijker ook dan een mooie toccata. Voor het volgende onderdeel, namelijk een pentatonische fantasie, hebben we nog een probleempje. We hebben nog geen melodie. Dus hoe gaan we dat oplossen? Wel, Paul heeft boven een pitjesbak met 5 dobbelstenen. En hij gaat die nu een beetje door elkaar gooien in de pitjesbak. En dan vervolgens gaat hij daar een melodie van maken die dan als basis gaat dienen voor de improvisatie.
Ik had het jullie bij het begin beloofd. We gaan quizzen en u kunt allemaal thuis lekker meedoen. Als slot komt er nu een sinfonietta in 7 delen gebaseerd op Vlaamse liederen. Die worden allemaal in salondans gespeeld vormen. En u mag de juiste volgorde doormailen naar het e-mailadres dat u van ons kent. En daar gaan we dan een aantal winnaars uittrekken die dan nog een gepaste prijs gaan krijgen. Dus ik zou zeggen, goed luisteren naar deze opdracht. Thank you.
rest mij nog aan het einde van dit concert Paul de Meijer heel hartelijk te danken voor het gevarieerde programma van het afgelopen uur. U ook, die op een of andere wijze toch heeft bijgedragen tot dit programma. Daarnaast ook de mensen van de techniek en de logistiek en uiteraard mijn mede-organisatoren en het district. U kunt in de toekomst verder onze activiteiten opvolgen via de website en de Facebook. En ik zou zeggen, ja, een behouden thuiskomst, maar voor de meesten onder jullie is dat al gebeurd. Maar ik zou zeggen, tot binnenkort.